In de Super League competitie, en dan zitten we meteen in het vrouwenvoetbal, stond de Klassico tussen RSC Anderlecht en Standaar op het programma. Wilde Standaar nog een kans maken op een titel, kon er maar beter gewonnen worden op het Nationale Voetbalcentrum in Tubize, de thuisbasis van RSCA. Het is een teleurstellende eerste helft waarin beide teams wel wat kansen krijgen, maar dat deze teams beter kunnen doen, dat staat als een paal boven water. We gaan rusten met een logische 0-0. In de tweede helft wil RSCA zo snel als mogelijk op voorsprong komen. En dat doen ze ook. De bezoekers hebben het nu moeilijk en moeten de RSCA-trein proberen af te stoppen. Maar wanneer RSCA na een overtreding de vrije trap mag nemen, staat de 2-0 wel heel makkelijk op het scorebord. Standaar zit stilaan in de problemen, maar pakt het heft in handen. En het is Schoenmakers die de aansluiting kan maken, 2-1. Maar de goal wordt terecht afgekeurd voor buitenspel. Ook RSC Anderlecht weet nog een keer te scoren, maar ook deze goal gaat niet door, al is dat niet meteen een correcte beslissing. Het blijft 2-0. De aansluiting komt er dan toch in het slot van de wedstrijd, wanneer Standaar een strafschop krijgt naar een duwfout in de 16. Maar zo hebben we meteen de eindscore en zo lijkt de nieuwe titel voor de Brusselaars nu al bijna een feit. RSC Anderlecht versus Standaar met een eindscore van 2-1. Inderdaad, we hadden eigenlijk echt gehoopt dat we deze zouden winnen, want dan zouden we meer kansen maken om terug te kunnen komen op hun. Omdat we in januari nog een match hebben tegen hun. We zijn nu 10 punten achter, dat wordt dan moeilijk, zou ik dan zeggen. Ja, ik denk het ook. Het is dezelfde uitslag dan Ginder. Ik denk dat we bij Ginder meer occasies kunnen creëren dan vandaag. Maar toch, ik denk wel dat die overwinning met 2-1 is zonder discussie. Zelf een derde doelpunt gezien. Ik ben curieus te zien op de beelden van de Sportbeat. Maar ik ben zeker dat er geen offside is. En dus in feite was dat 3-0 een mooie uitslag geweest. Want we hebben niet veel, absoluut niet veel gegeven aan de tegenstander. Ik vind dat ISLF hebben wij heel veel geduld gehad. We wisten dat Standaar ging hier komen en proberen echt op de counter te spelen. Dat is ook zo geweest. Toch hebben wij 2-3 kansjes kunnen creëren, en maar geen doelpunt. Maar ik vind in de tweede helft hebben wij dat afgemaakt. Ja.